Ik ben hier in een van de 27 keukens van het Erasmus MC. En ik praat met Kevin Kapp. Hij is manager eten en drinken. En we gaan het uiteraard weer hebben over duurzaam eten en drinken. Kevin, fijn dat we hier even mogen zijn. Er wordt hard gewerkt hier achter. Wat houdt jouw functie in, manager eten en drinken? Nou, ik ben manager eten en drinken. Ik ben verantwoordelijk voor de patiëntenvoeding in het Erasmus MC. Dat betekent dus eigenlijk alle patiënten in het Erasmus MC die gebruik maken van een maaltijd, ontbijt, lunch of diner. Daar ben ik verantwoordelijk voor. Je hebt de hotelschool gedaan, een facilitair management. Ja. En nu heb je deze mooie baan. Hoeveel koks hebben we werken? Dat zijn er toch gewoon een stuk of 20, 25. Maar totaal heb ik een groep van 90 medewerkers die dag en soms nacht aan de slag zijn. We zijn een 24/7 bedrijf. Ja, en het is heel belangrijk, hè, eten en drinken voor patiënten om weer het goed te kunnen herstellen. Zeker. Nou hebben we als zorgpartijen samen met VWS een Green Deal gesloten. En die heeft ook betekenis voor wat we doen voor eten en drinken. Kun je daar wat meer over vertellen? Nou, er zijn er op dit moment twee, Green Deal 2.0 en 3.0. En Green Deal 2.0 richt zich voor ons in ieder geval heel erg op verpakkingen en voedselverspilling. Ja. En voor het andere thema, voor Green Deal 3.0, zitten we met name op de eiwittransitie van dierlijk naar plantaardig. Oké. Wat betekent dat voor ons? Want het eerste snap ik, hè? We moeten minder afval weggooien. Klopt. Dus misschien goed naar de porties kijken, niet te veel, niet te weinig. En zo min mogelijk afval. Ja. Maar dat naar plantaardig, ja, we eten allemaal niet veganistisch. Dus hoe... Nee, klopt. Wat betekent dat? Wat gaan we doen? Nou ja, wat je merkt is dat er heel erg gesproken wordt over de impact van, of in ieder geval de invloed van eten en drinken op het milieu, op het welzijn van de mensen. En het lijkt erop dat plantaardig eten heel goed kan zijn voor je gezondheid, maar ook heel goed voor het milieu. Ja, want het eiwit is vooral gezond, hè? In het herstel van patiënten. Ja, eiwit überhaupt is gezond in het herstel van patiënten. En waarbij in dit geval dierlijk eiwit en plantaardig eiwit zeker wel een verschil is. Daar wordt ook zeker nog onderzoek naar gedaan. Maar als je kijkt naar de plantaardige eiwitten, daar kunnen we zeker ook onze voedingswaarde uithalen. Maar wat gaan we dan doen hier? Nou, wij gaan mee met de Green Deal zoals die is afgesproken. Daarin is afgesproken in 2030 dat we naar 60-40 in de verhouding van percentages. Dus 60% plantaardig, 40% dierlijk. Ja. En waar het kan willen we zeker ook een versnelling doorvoeren. Om onze gerechten daar ook mee vast te stellen. Ja, want ik heb al eerder gezien van een collega van je. Dat hadden we bijvoorbeeld bepaalde vleesproducten. En die waren dan ook van vlees, maar deels ook van zeewier gemaakt. Ja, dat zijn opties die we dan... Ja, we hoeven zeker niet te kiezen volledig alleen maar voor een volledig groenteproduct. We hoeven ook niet allemaal vegetarische of vleesvervangers te kiezen. Nee. Maar er is ook mogelijkheid om gewoon het stukje vlees wat je regulier eet, meer groentes in te doen. Dat kan zijn meer wortel, meer ui, meer zeewier. Ja. En dan vervang je de verhouding, zeg maar. Ja. Vind je dat leuk om te doen? Nou ja, wij als koks vinden het hartstikke leuk om te doen. Ja. En we gaan ook kijken waar we dat in kunnen toevoegen. Maar dan toch nog even, als er iemand zegt, nou, ik wil dolgraag toch nog die kroket hebben. Wat dan? Zeggen we dan, nee, die hebben we niet meer in het assortiment? Of? Nou ja, goed, als wij een kroket zouden aanbieden, dan gaan we natuurlijk heel goed nadenken van met welke verhoudingen, met dierenwelzijn, wat voor type producten, wat voor soort rundvlees bijvoorbeeld. Maar ja, je kan ook kiezen voor producten die al vegetarisch zijn. Er zijn bijvoorbeeld champignons of oesterzwammen die ook verwerkt worden in deze kroketten. Zou ook een optie kunnen zijn. Die heb ik laatst een keer gehad. We hadden een receptie en er werden inderdaad snacks aangeboden. Was een bitterbal volgens mij. En iedereen dacht dat het een gewone was, maar het was een oesterzwammenbitterbal. En het was hartstikke lekker. Klopt, goed gedaan. Oké. Kevin, wat is jouw duurzame tip voor Erasmus MC'ers? Nou, maak het vooral op eten en drinken niet te ingewikkeld. En maak vaak is duurzaam ook wel eens een risico als het gaat om hoe moet ik dat maken? Maar wil ik dat wel? En vind het spannend. Maar kies gewoon of voor een gehakt bal die je zelf maakt thuis. Maar dan met meer ui, met meer, meer wortel er doorheen. Of meer paprika stukjes erdoorheen. Of kies voor een keertje iets anders in de week dan een stukje standaard vlees. Ja, heel goed. En dat kan dus op een hele originele manier. Dat kunnen we zeker meenemen. En het is gezond en het is duurzaam. Zeker. Oké. Kevin, mooi. Dankjewel. Geen dank.